Lenderstein, hier de golfclub. Maar hier gaat het wel over. Als je heel veel filmpjes kijkt van Veldhoven culinair, Veldhoven proeft. Dit is een beetje waar mensen bang voor zijn vaak. Ja, bang voor zijn. Het is wel bij een oester altijd zo. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar bang voor zijn is misschien een groot woord. Maar je moet het echt even leren eten. Het is heerlijk om te eten. Leren eten? Ja, leren eten. Je moet het echt even een keer geproefd hebben. En je moet houden van de bite die een oester heeft. En van de smaak die een oester heeft. Heeft nou ook nog een aparte manier van bereiden? Want ik weet, een kreeft die moet eigenlijk levend gekookt worden. Ja. Mosselen ook, daar moet van alles bij. Wat is hier nou mee? Ja, hier hoeft niet zo heel veel bij. Ze moeten natuurlijk wel levend gegeten worden. Beetje peper erop, beetje citroensap erop. En voor degene doen we dus nu een klein beetje gin tonic erop. En dan is het eigenlijk gewoon zo eten. Maar je kunt 100.000 manieren van bereiden doen. Je kunt ze bakken, je kunt ze gratineren, alles. Dus je kunt er alle mogelijkheden mee doen. Toch apart. Origineel, in het Frans is het eigenlijk met rode wijn en chalotten. Komen uit Frankrijk ook? Deze nee, die komen uit het Grevelingenmeer deze. We hebben mooie grote banken waar ze veel voeding hebben, dat kun je ook zien. Dan krijg je mooie, dikke, hele mooie volle oester. Lust jij het? Ik heb hem nooit op. Wil je er eentje proberen? Nou, vooruit. Hey, kijk. Hoe? Nou, dan doe ik heel even een klein beetje gin tonic erop nu. Ja, dan doe ik een beetje overheen. Er zit wat gember doorheen. Er zit seree, citroengras dan. Spaans pepertje. Daar heb ik een beetje peper overheen gedaan. Nou, tegen je mond zetten. En je glijdt hem daar zo naar binnen. Ik zou zeggen, smakelijk eten. En iets van kouwen of zo? Of, Je moet het wel een keer proeven, ja. Je moet wel een keer erop bijten lekker. Nou, ben benieuwd. Doe je best. Alleen maar lijn zie je. Lekker? Wel apart, ja. Route 66, jullie staan hier ook. Klopt, wij zijn ook van de partij. Met, wat eigenlijk? Wij zijn een Amerikaans restaurant, hè, komen hier uit Veldhoven. En we hebben gewoon 6 leuke gerechtjes meegenomen hier naartoe. En is dat nou, want ik weet, Veldhoven proeft gaat ook over het nieuwe. Het nieuwe eten, nieuwe dingetjes uitproberen. Hebben jullie ook iets nieuws? Nieuwe concepten en natuurlijk onze pulled pork. Daar is weer helemaal hot. Ja, daar is helemaal in. Ik zie het overal. Wat is het? Het is varkensschouder. En die wordt heel langzaam gegaard en voor een lang dure tijd. Nou, dan kan je het als het ware uit elkaar trekken, het vlees. Daarom heet het ook pulled pork. En wat is daar nou het voordeel van? Je krijgt heel mals vlees, heel zacht. Dus, en mooi van smaak. Want een varken is sowieso een heel mooi stuk vlees. Nou, je krijgt echt, en dan in combinatie met een rode koolsalade is dat onwijs lekker. En wat is nou de Amerikaanse keuken? Ja, dat is een goede vraag. Veel mensen denken aan spareribs, hamburgers. Maar de mac and cheese, de wraps, de steaks, de ribeyes, dat is natuurlijk echt Amerikaans. Vooral veel ook waarschijnlijk. In Amerika is het vooral veel, ja. Maar wij Nederlanders zijn er nog niet klaar voor. Jullie hebben een restaurant midden in Riethoven. Ja, klopt. Ja, Riethoven wat dat betreft een heel klein plaatsje. 2600 inwoners. Zitten wij tegenover de kerk met ons prachtige restaurant sinds 4 jaar nu. En in die zin is Veldhoven ontzettend dichtbij. En dachten we van, nou ja, oké, hoe kan je het publiek beter benaderen dan op een culinair evenement erbij te staan? Ja. Waarom moeten mensen nou naar jullie restaurant gaan? Wat is er zo speciaal aan Van Dijk? Wat is er zo speciaal aan Van Dijk is dat het laagdrempelig is. Wij vinden zelf dat we een niveau hebben neergezet, prijs-kwaliteit, wat goed in balans is. Je kan 's middags ook voor een kopje koffie in huis gemaakt gebak, maar daarnaast de 9 gangen proeverij kan je ook gebruiken 's avonds. Ja. 9 gangen? 9 gangen, ja. Lekker glas wijn erbij, moet je ervan nemen toch? Ja. En wat is nou hier in deze tent hetgene waarvoor mensen hier naartoe moeten komen? Waarom moet je nou echt hier naartoe komen is dat we op onze eigen manier laten zien wat we kunnen. We hebben nu een gerechtje erbij staan met 72 uur gegaarde ossenstaart. Dus er is gewoon veel tijd en energie ingestoken en dat is ja, wat dat betreft super qua smaak. Jullie zijn net ja, eigenlijk nieuw in Veldhoven, tenminste een nieuw concept. Jullie zijn van de Schalm. Ja, inderdaad. Wij zijn sinds oktober gestart inderdaad. Een nieuwe naam, een heel nieuw concept. Ja, daar hebben we allemaal kleine verschillende gerechtjes. Daar hebben we er een aantal heel de weekend ook hier gepresenteerd. Ja, het loopt goed. Oké, dus jullie hebben eigenlijk het concept van als je bij jullie gaat eten, dan betaal je 1 prijs. En daarnaast krijg je, of daarvoor krijg je heel veel kleine gerechtjes. Ja, inderdaad. Kun je eigenlijk zelf een heel minuutje samenstellen met alle verschillende gerechtjes die we hebben. Dat is eigenlijk van alles. Ik zie hier toevallig iets klaarstaan. Dan mag ik het even pakken. Want leg eens uit, dit is... Ja, dit is de Noga Montelimar met frambozenkoelie eroverheen.
Ja, dat is eigenlijk een lekker parfait-achtig dessertje eigenlijk. En die verkopen we hier ook heel goed. En ja, ik zou zeggen, proef hem lekker. Het is een dessert ook. Ja, het is een dessertje. Het is een dessertje ook door onze eigen chef hier bedacht. Die maken wij ook helemaal zelf. En ja, dat is echt een dessertje van Studio 61 geworden. Dat is echt uniek dus. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja. Nou, dan gaan we de proef op de sommers nemen. Ja, ik ben benieuwd. Oh, we hebben daar nog iets. Dit is? Frisse aardappelsalade met gelakt buikspek. Die hebben we eigenlijk weer van stal gehaald. Gelakt buikspek? Ja, oesters gelakt buikspek. Ja, ja, ja. Zijn net als een auto, een laagje eroverheen? Ja, een soort van. Ligt er inderdaad eventjes in, zodat hij lekker een kleurtje krijgt. En ja, die hebben we eigenlijk weer van stal gehaald. Die hebben op onze oude kaart staan. Ja, en die hebben we nu weer. En ja, mensen zijn er heel tevreden over. Nou, we gaan het gewoon proberen, denk ik. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Jij hebt zelf ook alles geproefd, hè? Ja, zeker. Het is veilig? Ja, 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 ja. Nou, dan gaan we proberen. Oké. Okay. Pak het even een mesje bij. Ja, dat is, we gaan eerst de buikspek dus. Dat is deze eerste, denk ik. Ja, dat is wel het lekkerste. Oké. En dan combinatie of is het een aparte manier van eten? Ja, de combi is natuurlijk het lekkerste. Dus de combi, oké. Nou, ben benieuwd. Oeh, koud en warm. Ja. Erg lekker. Ja? Ja, ja, ja. Ah, mooi. En heeft hij dat allemaal gemaakt? Ja, ja, heeft hij allemaal inderdaad gemaakt. Ja, het ja, smaakt perfect, joh. Dit beetje oosters, een beetje zoetjes in er, ketchup-achtig. Ja, klopt allemaal. Ja, het is een marinade van oostermarinade. Ja, zoet en ja, je proeft het zout bij elkaar. Het smaakt goed, neem ik aan. Het smaakt erg goed, ja. Ja. Probeer de Montelimar, onze aanrader. Gaan we, ja, dat is uniek, hè? Oké. Okay. Gaan we deze ook proberen? Die munt die zit erbij tot decoratie of moet die erbij? Nee, dat is eigenlijk voor decoratie. Decoratie, ja, ja, oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we proberen. Gaat er heel zacht doorheen. Even, culinair is een cent hier, hè? Culinair is een cent. Dadelijk ga ik een cijfer geven. Kijk. Oeh. Smaakt erg lekker, ja. Ja, lekker, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Zo, heren, jullie ook, hè? Allemaal cameramensen kijken. Ja, ik sta hier wel te eten, maar er staan ook 3 cameramensen bij. Hier liggen vork. Hier, pak een vork. Axel, hier een vork. Hier een vork. Hoppakee. Ik ga nog een vork halen, hoor. Komt al goed. Zo. Hier nog een vork. Kijk eens, alsjeblieft. Kom maar proeven, dames en heren. Dit is erg lekker. Wij komen uit Duizel en we hebben heel veel gasten zeg maar, uit Veldhoven en omgeving. Omdat we ook een zaal erbij hebben. Heel veel bruiloften van mensen die hier vandaag ook allemaal zijn. Dus dat is hartstikke leuk. En wij werden gevraagd om mee te doen. En met liefde en plezier. Wij hebben best wel dingen op de kaart die we normaal gesproken ook hebben. Ja, allemaal natuurlijk wel iets simpelere uitvoering voor hier. Maar het valt in goede aarde. Dus. Want ik zie ook bijvoorbeeld bovenaan staat sashimi. Dat bestelde net iemand en ik zag een bordje met eigenlijk, ja, sushi. Maar dat is het niet, hè? Nee, nee, nee. We hebben sushi en we hebben sashimi. En wat was het verschil? Het verschil is dat sashimi is echt rauwe vis. En sushi is natuurlijk met de rijst erbij. Dus dat is het en heeft het dan ook nog iets met dat zeewier te maken? Want ik weet dat daar... Ja, daar, ja, ja, inderdaad. Sushi heeft het zeewier en sashimi niet. Sashimi is gewoon echt een mooi stukje vis. In ons geval is hij wel rosbief gegaard. Er zit een klein garingsrondje omheen. Mooi opgemaakt met verschillende groentjes. Kijk, dat gebeurt allemaal hier door de chef-koks volgens mij. Zeker, door de koks. Die, die werken normaal ook in het restaurant. Zeker, ja. Ja, we hebben 1 leerling. Die is er pas bij, maar die doet het hartstikke goed. En de sous-chef is ook mee. Dus het gaat helemaal goed. Het gaat lekker hier dus? Het gaat lekker en het restaurant gaat het ook lekker, want het draait ook allemaal door. Dus, kijk, is helemaal goed. Volgens mij heb je een klant, denk ik. Een gast. Een gast. Oh, sorry, pardon. Een gast. Ja, we gaan eens even kijken of we hem gaan helpen. Nou, aan het werk. Ja, hier Veldhoven proeft. Het draait natuurlijk om lekker eten, lekker drinken. Ik heb wel eens, als ik een biografie van mensen lees, ze houden vaak van hun familie, hun vrienden, maar van lekker eten. En daarvoor moet je hier zijn. Dus we gaan even vragen wat de mensen ervan vinden. Loop even mee. Kom maar even mee. Gaan we even kijken wie er iets te eten heeft. Dat is heel belangrijk. Oh, hier hebben ze net iets op. We gaan het even vragen. Ja, hand weg. Hallo. Hoe is ie? Goed. Was het lekker? Wat heb jij net op? Sorry? Garnalen. Oké, okay, en was het iets?
Ja, het was best wel lekker. Ja. Ja. Wat heb je nog meer hier gegeten? Ja. Jij wel? Ja, zij ook. Nachos en bitterballen, ja. Oh, dus je bent hier gewoon echt om even te bunkeren? Ja. Hi, heeft u hier al iets gegeten? Van alles en nog wat, kei lekker. En wat was het allerlekkerste? Buikspek. Buikspek? Heb ik dan nooit op. Het was echt een... Bij Studio 61. Super lekker. Echt super lekker. Ja. Wat was daar nou zo lekker aan dan? Ik heb dan nooit op had en ik dacht dat het heel vettig zou zijn, maar het was gewoon super. Even kijken, waar gaan we naartoe? Die is aan het bellen, dat is nooit zoiets. Yeah. Wat was nou zoiets van, dat wil ik vaker proeven? Toch wel echt die runderspies, die was echt heel lekker, ja. Ja, met heel veel knoflook zat erop, heb ik gehoord. Ja. Ik weet niet of je vanavond nog ergens naartoe moet, maar... Nee, gelukkig niet. Nee. Ga je nog meer proeven? Ja, misschien dat ik nog pannenkoeken ga halen of zo, maar iets zoets in ieder geval, als toetje of zo. Beetje een afsluitertje. Ja. Ja. Hallo? Even kijken of we hier binnen kunnen komen. Hi! Hey. Lukt die? Ja, het gaat goed. Ja? Ja, ja, ja. Is het druk? Het mag voor mij altijd drukker natuurlijk, maar het is het belangrijkste gaat om de smaak en die gaat er goed uit. Wat is jullie smaak? Wat doen jullie hier? Ik maak bruschetta's, 3 soorten, speciaal voor het evenement hier. Normaal doe ik eigenlijk wat grotere luxe lunchbroodjes verzorgen. En vandaag hebben we ook een broodje pulled pork, want ja, uit een Airstream hoort natuurlijk een Amerikaans broodje. Ja. Dus dat doen wij vandaag. En het gaat goed dus? Het gaat zeker goed, ja. Wij staan voor de truffelaar hier. En jij bent? Vincent van Tiel. Jij bent de chef-kok of de eigenaar? Ja. Of hoe? Allebei. Allebei? Ja. Jullie zitten in Veldhoven? Ja, op de Kromstraat, ja. En wat is nou, als je zegt, de truffelaar? Ja, wat houdt dat in? Waarom moet ik daar naartoe? Echt een fantastisch kan eten bij mij natuurlijk, ja. En wat dan? Van alles. Ik heb Frans, Italiaans, Mediterraanse stijl, zal ik maar zeggen, ja. Oké, okay, een beetje dus rond de Middellandse Zee, die keuken. Ja, die keuken, ja. En wat is nou, als je zegt de truffelaar, dat gerecht, dat is echt mijn ding? Eigenlijk de mooiste gerechten die ik heb, die heb ik allemaal gestolen van iemand anders. Van oude chef-koks en gewoon nagedaan op mijn manier. Dat is eigenlijk een beetje... Ik heb wel steak tartare, dat vind ik wel geniaal. Dat doe ik iedere week mee. Die heb ik wel echt geperfectioneerd. En die gaat ook heel erg goed. Dus, En steak tartare is? Lekker. Ja, ik weet niet wat je zoiets van, nou dat moet je echt proeven. Wil je een keer of wil je voor de truffelaar gaan? Ja, als je hier een runderspies hebt, dan heb je wel echt een mijn rundvlees van grill met Italiaanse kruiden en een hele hoop knoflook. Dat is wel echt ontzettend lekker. Als je nou wil eten, dan laat ik het aan. Ja, laat eens maken, dan kunnen we kijken. Ja, is goed. Hier had hij het net dus over en ik ben benieuwd, we gaan het weer proeven. Ik ruik de knoflook al wel, enorm. Mals, lekker. Heel goed, ik ga eten. Zo, Ludiek, de overburen. Ja, klopt. Ja. Jullie dachten, weet je wat, het is bij ons in de achtertuin eigenlijk, wij ja, moeten meedoen. Precies. Ja, dat klopt. Het is voor ons dit jaar het eerste keer en zeer geslaagd moet ik zeggen. Want het is keigezellig en gewoon hartstikke goed. Goed bezocht. Dus, ja, want wat hebben jullie hier precies? Wat zie ik? Wij doen de Frankburger eigenlijk. Dat is een kleine variant van de Frankburger die wij in de zaak verkopen. Ja. En met van alles erop. Ui, champignons, sla, saus, kaas. Dus echt een compleet burgertje. Ja. Dus ook echt toegespitst op één gerecht hier, wat je hier verkoopt? Ja. We hebben gewoon voor één gerecht gekozen. Dus, en wat bij de Veldhovenaar bekend is eigenlijk inmiddels. Ja, ja, nee, ja mooi. Ja, en dan hier in eigenlijk een unieke locatie. Ik zag jullie ook met de Post staan. Ja, klopt. De Post. Daar doen we koffies en cappuccino's mee verkopen. En ook in een food truck, in een nieuwe. Dus dat loopt wel lekker, hè, dat concept daar. Ja, zeker. Ja, slaat goed aan. En binnenkort ook weer Cult en Tumult. Dus, ja, ik heb gehoord dat jullie, als ik jullie mag zeggen voor de Post, dat jullie daar buiten het een en ander qua bandjes gaan doen. Dat klopt. Er komt een podium te staan en met wat Veldhovense bands komen daar optreden. En dat wordt helemaal aangekleed. Ook weer met foodtrucks en drank. En, Dus jullie haken eigenlijk in op de ontbrekende zaterdag van het hoofdpodium? Eigenlijk wel. Hoe is ie? Ja, goed hè. Lekker? Ja, zeker, zeker. Heb je al gegeten? Bijzonder weinig deze ronde.
Maar ja, twee boterhammen iedere keer. Jullie werken in rondes? Ja. Dus eigenlijk nog helemaal niks op qua vast voedsel, zullen we zeggen? Nee, nog niet eigenlijk. Wel van plan? Oh, dat komt wel. Het begint etenstijd te worden, dus ik ben me aan het voorbereiden. Waar ga je naartoe? Dat weet ik nog niet. Ik denk gewoon even een rondje gaan lopen en dan kijken wie het beste te bieden heeft. Wat heb je gegeten? Wat wij gegeten hebben? Nachos. Oh, ik moet niks zeggen. Af. Bruschetta. Bij de Studio 61, want daar stond jij toen. Ja, klopt. Bestelde. Ja. Hoe was dat? Heerlijk. Buikspek of wat had je? Nee, chorizo kroketjes. Heerlijk. En wat nou is er niet zoiets? Dat vond ik het lekkerste. Het allerlekkerste. Joro's broodtrommel. Met de zalm. De bruschetta. Broodjesalm eigenlijk. Ja. Helemaal top. Bevalt dit ook hier zo? Ja, erg lekker. Eigenlijk na het eten, kaasplankje? Nee, we gaan gewoon door. Oh, jullie gaan gewoon de hele avond nog door? Ja, we doen het. We doen het. En tussendoor. Nou, smakelijk eten dan. Dankjewel. Ja, dank je. Zo, nou, je ziet het dus hier echt ontzettend veel. Iedereen is aan het eten, aan het drinken. En ik heb al gehoord, Veldhoven proeft volgend jaar weer.